Goedenavond, dit is het TV Enschede Nieuws van dinsdag 19 juli. Met vandaag. Het betaalparkeer op het Rutbeek zorgt voor verwarring en Enschede geniet volop van de zon. Maar eerst ander nieuws. De bouw van het asielzoekerscentrum in Enschede is opnieuw vertraagd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil het Enschedese plan zelf gaan beoordelen en kijken of het goedkoper kan. Het nieuwe plan dat het Centraal Orgaan Asielzoekers heeft gemaakt voor het Esmakkerveld kost meer dan 10 miljoen euro. En dergelijke plannen worden nu terugverwezen naar het ministerie, waar wordt bekeken of het niet goedkoper kan. Die extra controle maakt dat de aanbestedingsprocedure later begint. De gemeente ging er tot voor kort van uit dat met die procedure in augustus kon worden gestart. Maar de verwachting is dat het bouwplan een maand extra vertraging oploopt. Eerder liep de bouw van het AZC ook al vertraging op, omdat het COA de verkeerde bouwplannen had aangeleverd. Daarom moest het huiswerk worden overgedaan, waardoor het AZC pas in de loop van volgend jaar klaar is voor bewoning. Het trefcentrum aan de Brinkstraat is per direct gesloten en dat voor een periode van 3 maanden. Burgemeester Onno van Veldhuizen heeft daartoe besloten omdat er illegaal gegokt wordt. Op de beneden- en de bovenverdieping van het pand worden illegale online kansspelen aangeboden, waaronder voetbaltoto. Ook is in het pand een illegaal stroomstootwapen aangetroffen. De gemeente probeert al langere tijd het pand dicht te krijgen in de hoop het illegaal gokken terug te dringen. Opschudding dan vanochtend bij het hoofdkantoor van Domein aan de boulevard. Er werd daar een sterke gaslucht geroken en daarom werd een deel van de straat afgezet met rood-wit lint. Maar de opschudding was van korte duur. De brandweer heeft binnen een gaskraan dichtgedraaid en daarna het pand geventileerd. Drukte op het Rutbeek vandaag met het mooie weer. En wie met de auto naar het Rutbeek gaat, moet daar sinds 1 juni voor betalen. 5 euro per keer. Ook wie zijn kinderen even weg wil brengen en gelijk weer weg wil rijden, moet daar 5 euro voor betalen. En dat zorgt voor verwarring bij bezoekers. En de subsidie van de provincie Overijssel die is weggevallen voor een jaar geleden. En vandaar dat wij op zoek waren naar andere inkomsten en dat we gewoon het dagparkeren zeg maar, voor het hele jaar door zeg maar, is ingevoerd door het bestuur van regio Twente. Maar je kunt zien dat het tarief zeg maar, in het hoogseizoen een 5 euro dagtarief is. En in september tot en met eind april is het dan 2 euro. Mensen hebben nu nog niet helemaal duidelijk wat het systeem, hoe het werkt. Maar we zien al wel dat het sinds een paar dagen toch beter is. Ja hoor, u kunt rustig voorrijden. Rijdt u maar door. Ja, dat was eerder inderdaad. Vroeger hadden we de kassa's hier. Maar dat is nu niet meer. U kunt nou doorrijden. En u kunt gewoon uw kaartje kopen bij de betaalautomaat in de toiletgebouwen. Oh, en dan kunt u het aanbieden bij de uitrit. Okay, ja? Super. Ja hoor, veel plezier. Nou, mensen komen hier aan. Dit is de ingang van het parkeerterrein. Vervolgens rijden de mensen door het parkeerterrein op. En kunnen ze zeg maar, bij de toiletgebouwen op het terrein hun parkeerkaartje kopen. Lopen we hier de zonneweiders op. En lopen we even direct naar het dichtstbijzijnde betaalautomaat waar we net wat mensen bezig zien om te betalen. Is het gelukt, nou, mensen? Het is gelukt, want ja? We wisten niet precies hoe of dat het... Nou, u heeft betaald en ik zie nog uw kwitantie die u gevraagd heeft, die zit er ook nog in. Dus u hebt het bewijs van betaling, kunt u ook nog zien. Eventjes opletten, het zijn dezelfde kaartjes. Ja. De barcode zometeen naar boven doen in de automaat bij de uitrijzuil. En dan moet het goed komen. We zijn ervan overtuigd dat we binnen nu en 2 jaar dat mensen het systeem zo ingeburgerd vinden. En mensen kennen het vanuit de steden en vanuit de parkeergarages al vrij goed. Dus ik denk dat het een kwestie van gewenning is. Het was dus erg druk op de Rutbeek met dit mooie weer. En ook op andere plekken in Enschede werd volop genoten van de zomer. Veel mensen verlangden de afgelopen weken naar de zon. En deze week worden zij op hun wenken bediend. Het Nationale Hitteplan is vanaf vandaag in werking voor onder meer Twente. Er wordt daarbij aangeraden voldoende water te drinken, dunne kleding te dragen en veel in de schaduw te blijven. En ook geldt het advies om lichamelijke inspanning in de middag te beperken. En dat is iets wat veel Enschedeërs vandaag ter harte namen. Een visje op de markt gehaald, dan gaan we straks naar huis toe lekker opeten. En verder vanavond bijvoorbeeld, gaat u nog barbecue of iets? Nee, ik ben alleen en ik ga die rotzooi niet allemaal klaarmaken. Genieten. Dit moet duren tot de kerstdagen. En dan 5 graden minder. En dan in januari weer beginnen met dit weer. Zwembad dadelijk. Of wat doe je nog meer? Je zoekt de koelte, ga je opzoeken. Hè?
is er ook een speciale zomerlumpia. Zomerlumpia, hoe bedoel jij? Bijvoorbeeld een lumpia die vooral in de zomer heel erg lekker is? Ik heb hier alles lekker. Voor magnes wat voor weer het is, het blijft lekker. Je bent stroopwafelverkoper. Kan het ook voorkomen dat stroopwafels gaan smelten in het warme weer? Ja, natuurlijk, die smelten. Ja, ja. Moet je in de schaduw houden, dan gebeurt er niks meer. En ik zie daar een paar lollies staan, stroopwafellollies, die staan wel in de zon. Die haal ik er even uit. Welke vrucht verkoopt nou het best wanneer de zon schijnt? Nou ja, kersen en aardbeien doen het heel goed, maar bijvoorbeeld watermeloenen ook. Die zijn helemaal in trek nu. Ja. En wat is nou uw favoriete bezigheid als het zo lekker warm is? Bij een zwembad liggen en op vakantie gaan. En welk cijfer geeft u het weer van vandaag? 6. Het mag nog iets warmer zijn. Een 9? Ah, een 6. Een beetje net iets te warm. Dus een 9, denk ik. Voor mijn persoonlijke omstandigheden wel een dikke 9, maar voor mijn zaak is dat minder, zeg maar. Want de trek is beperkt. Dan nog een aantal brandjes gisteravond en vandaag in Enschede. Op de A35 stond vanochtend een auto in brand door een storing in de motor. De auto heeft flinke schade opgelopen en is weggesleept. Bij een koffiebranderij op bedrijventerrein Richtersbleek-Aalten was vanochtend ook een brandje. Dat vuur was snel geblust. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet duidelijk. En aan de Nachtegaalstraat is afgelopen nacht een winkelwagen vol afval in brand gestoken. Agenten hebben het vuur snel geblust met een brandblusser. En de politie is nog op zoek naar getuigen van deze brandstichting. Het is de wens van velen. Wonen in een energie-neutraal huis. Henry van der Schaaf heeft zo'n 0 op de meter woning. Hij laat ons zien in hoeverre zijn woning verschilt van een gewone woning. Goedemiddag, welkom in onze duurzame woning. Nou, op maandbasis hebben we wel een hele grote besparing. Dan kom je dus eigenlijk op een maandbedrag van 27 euro uit. En dat is dus een hele grote besparing. Qua waterverbruik hebben we dus ook altijd van, nou, normaal zetten we de kranen ook zo. Je kunt deze zo. Ons is aangeleerd om normaal gesproken de kraan altijd retour te zetten in de koudwaterstand. Wat de woonkamer betreft is dus zeg maar het verbruik van je licht. Daar zitten dus allemaal energiebesparende lampen in. Dit is de convectorput. Deze die verzorgt dus de hele kamer van dus verwarming. En hij is nu ingesteld op een langzame stand dat hij dus weinig lawaai maakt en heel rustig de warmte door de woonkamer brengt. Hier hebben we de verdelen van de woning, waar dus de filters in zitten, die dus alles zuiveren en weer terugblazen in de woning. We hebben daar dus ook nog een kantelraam. Dat is dus een elektrisch kantelraam. Dat staat eigenlijk in verbinding met het klapraam in de woonkamer, in de keuken. Dat heeft dus een bepaalde circulatie dat ervoor zorgt dat ook de frisheid in de woonkamer komt. Ik heb hier dus ook die unit zitten, waar dus ook alles op aangegeven wordt, wat betreft de duurzaamheid en het verbruik en al dat soort dingen. Wat we dus ook in deze woning dus eigenlijk het sluiseffect noemen, dat we dus mensen uitlaten die naar huis gaan, hier dus eerst de deur gaan openen. En dus dan ook deze deur sluiten om de warmtecirculatie te bewaren. En als ze dus daadwerkelijk weggaan, dan doen we deze deur open. En we laten dan de mensen uit. En dat geldt dus weer hetzelfde effect. Dan gaat dus je voordeur dicht. En dan gaan we dus weer terug naar onze woonkamer om dan de energie daadwerkelijk te besparen. En dan nog het weer. Na een warme dag komt er een heldere nacht aan waarin het zo'n 10 graden wordt. Morgen wordt opnieuw een erg warme en zonnige dag met 33 graden. Maar in de dagen daarna kan het gaan regenen en komt er bewolking. Het wordt dan wel iets koeler, maar het blijft zomers warm. En tot zover het TV Enschede Nieuws van dinsdag 19 juli. Nu eerst het NOS Nieuws in 60 seconden en daarna de eerste aflevering van de Gladjakkers. Ze zijn bekend van YouTube en vanaf vandaag ook te zien bij TV Enschede in de andere zenders van 1 Twente. Veel plezier daarmee en ik wens u een fijne avond.